Mijn naam is Pieter Knobben. Ik heb heel wat meegemaakt in mijn leven. Op internet word ik afgeschilderd als een meesteroplichter. Maar klopt dat wel? Nu publiceer ik mijn verhaal in een aantal video's. Bent u geïnteresseerd? Blijf kijken en leer kennen de ware Pieter Knobben. Nou, de politie in Amsterdam, daar begrijpt u natuurlijk wel dat ik niet bij een baliemedewerker ben geweest. En zeker niet als het hoofdkantoor komt, want dan komen we bij een hele speciale afdeling. Een financiële afdeling. En dan zitten financiële rechercheurs. En die hebben verstand van zaken. Maar ze hebben nog veel meer. Ze hebben toegang tot systemen waar ik nooit in kan kijken. En toen ik de namen noemde van een aantal personen, toen keken ze elkaar even aan. Nou, ik durf haast te zeggen, toen wist ik al genoeg. En wat mij frappant was en opviel, ik had documenten aangeleverd voordat ik daar kwam. Toen zei ze, meneer Knobben, luister, we hebben nu anderhalf uur met elkaar zitten praten. We hebben een kop koffie gedronken. Ik zit hier samen met een hoofdinspecteur, samen met u te praten. We weten wie het zijn. En we zijn bereid om uw aangifte op te nemen. Maar we adviseren u nogmaals, zoals ik in uw eerdere video heb gezegd, zoek een goede advocaat en ga ook een civiele procedure aanspannen tegen deze mensen. Ga schadevergoedingen eisen. Want wat men u heeft aangedaan, daar lusten de honden geen brood van. Het is onmenselijk. En dat heb ik gedaan. Ik heb de aangifte getekend. De aangifte is in mijn gezicht. Alsjeblieft, politie. Ik laat u niet alles zien natuurlijk. Met de wijzer erbij. Een stuk heb ik naar Duitsland gestuurd. Het Openbaar Ministerie in Duitsland zei, meneer Knobben, komt u maar eens in Duitsland. Komt u maar naar Osnabrück. U krijgt alle stukken en alle documenten krijgt u mee. En zorg ervoor dat de aangifte in Duitsland, in Nederland, tegen deze personen, bij ons op het bureau komt. Dan gaan wij kijken of we u kunnen helpen om alsnog uw zaak geopend te krijgen en de ware daders te veroordelen. Nou, dat is een kwestie van tijd. Wilt u meer weten? Blijf maar even kijken hoor. Komt helemaal goed. Roethoff advocaten. De politie die gaf mij heel duidelijk aan, zoek een goede advocaat. Ja, die zijn er natuurlijk genoeg in Nederland. Maar ik wilde wel een advocaat hebben waar het mee klikt. En ik heb met die mensen, diverse advocaten, heb ik een gesprek gehad. Ja, en je moet een vertrouwensband opbouwen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Het is een complex dossier. En ik ben eens even gaan kijken in Arnhem. Wie zit er daar als advocaat? En daar kwam ik de naam Roethoff tegen. Kende ik niet. En ik heb meneer Roethoff gebeld. Meneer Jamiel Roethoff, en gezegd, meneer, ik heb een probleem. Ik moet een civiele procedure gaan voeren tegen een aantal mensen die in de omgeving bij u in de buurt wonen. Hij zei, nou, komt u maar eens een kop koffie drinken. Roethoff, advocaten, ziet u het goed? Het duurt natuurlijk een tijdje voordat je met een advocaat een goede band hebt opgebouwd. Die leest natuurlijk allerlei onzin over mij op internet. Maar ja, hij had misschien zijn twijfels in het begin, dat kan ik me ook niet kwalijk nemen. Maar ik kom met zulke harde bewijzen dat er een vertrouwensband ontstaat. Die man zegt tegen mij, ja, wacht even. U wordt zo afgeschilderd op internet, want ik ben ook niet achterlijk natuurlijk, ik lees ook wat er staat. En u komt met bewijzen die het tegenovergestelde aantonen. Nou, dat vind ik wel heel erg bijzonder. Ik zeg, ja, meneer Roethoff. Ik zeg, als u een beetje actief bent en er is een klik, dan kunnen we het een heel eind schoppen samen. Het zal niet eenvoudig worden, maar ja, wat is nou wel eenvoudig in het leven? Het leven op zich is al gecompliceerd genoeg. Zeg maar, met een beetje goede wil en een goede en heldere communicatie en een vertrouwensband met elkaar, kunnen we een heel eind komen. En we zijn een eind gekomen. Eergisteren zijn de brieven eruit gegaan naar een aantal
personen. De namen noem ik nu niet, dat komt in een latere fase wel. Maar degene die de brief heeft gestuurd of de mail heeft gestuurd en aangezet heeft andere personen onder druk te zetten en te intimideren om zelf de gevangenis in te draaien en mij te elimineren, mij alle schuld in mijn schoenen te schuiven wat ik niet gedaan heb en andere mensen aan te zetten tot het afleggen van een valse getuigenverklaring, dat is een strafbare zaak. Neemt u dat maar van mij aan. En daar zijn ze het bij de politie volledig mee eens. Dat is geen discussie. Ze moeten alleen nog veroordeeld worden. Maar dat is een kwestie van tijd. Wilt u meer weten? Blijf dan maar even kijken. Het gaat nog veel spannender worden. En vergeet niet deze video te liken. Dank u wel voor uw aandacht.